op stap met Vitanimo. Met Nonkel Jurgen in de show. Pretpark, avontuur, daar gaan we iedere dag. Een nieuwe droom beleef je mee. Op stap met Vitanimo. Ja, Nonkel Jurgen zit in zijn auto. Het is de start van een reisje. Nee, ik ga dat niet alleen doen. Ik ben nu op weg om iemand op te pikken die meegaat. Er zijn nog andere mensen die ook naar de bestemming gaan rijden en nu aan het vertrekken zijn, denk ik, hoop ik. Waar gaan we naartoe? Wel, we gaan voor een weekje. Ja, een weekje. Naar Nederland. Oorspronkelijk doel of idee was eigenlijk Duitsland, maar uiteindelijk zijn we bij Nederland uitgekomen. En wat we gaan doen, ja, ik ga jullie meenemen. Het zullen waarschijnlijk doldwaze avonturen zijn. We gaan in ieder geval gaan kamperen. Dat kan ik al meteen wel zeggen. Maar kijk, ik ga van eerste keer een stapje verder. Wat moe, met een auto nog even raar. Heb je dat nog geweten, zeg? En dat dan nog op de nationale feestdag dan nog, want we zijn vandaag 21 juli. Wij zijn zondag en wij gaan voor een kleine week. Volgende week zaterdag keren we terug. En ja, wij gaan normaal gezien een aantal pretparkjes bezoeken, ook wel wat kermissen bezoeken, maar vooral vakantie vieren en rusten. En zover dat mogelijk is. Maar goed, salutjes. Ja, we zijn ondertussen aangekomen in het tropische Frankrijk. Nee, we zijn in Holland. Nederland voor de mensen. En Leroy is er ook al bij. Ik kon hem in de kamer omdraaien, had te zien dat er ook nog bij is. Hij had zeggen, oh, het is weer een dien. Oei, draai niet. Oei. Nu wel. Tada. Ik moet me een keer iets uitleggen. Mark heeft een tent gekocht, een nieuwe tent. Een Quesha, hè? Voor 3 personen, maar volgens mij kunnen we met 10 in. En de mijn is ook één voor 3 personen. En is zoveel kleiner. Hoe komt dat? Ja, Jurgen. Min is wat we dus kweken ook. En van jou is dan de historiek van de... Of twee zie je Ricky als directeur van Bellen worden. Ja, ja. Kijk, en daar hebben we nog onze basecamp. En hier hebben we Leroy camp. Yo. Hij pumpt de jam. Dat is voor de waterpijp. Hij gaat waterpijpen, dat begint hier al. Maar we zijn dus, hoe noemt dat dorp hier weer dat we zijn? Maar ik heb het even vergeten. Ja, ergens in Nederland. Dicht bij Maanskantje en Schijndal. Ja, en dat is een spaarpot. Daar krijg je 5 cent in steken. Dat is dus een 18-plus vlog. Wordt ook gebruikt om onze parasolen in vast te zetten. Om straks buiten de zon te zitten. Kijk hier, daar steek je mooi een parasol erin. Zo. Ja. Nee? Ja. Verlof kan beginnen. Verlof kan beginnen, maar we gaan nog verder uitpakken. Uitpakken. Jo, uitpakken. Een nieuwe pretpark hackiebus. Pretpark, we houden eigenlijk een andere auto, maar we gaan dat niet overstoef. Nee. Ik dacht, ik heb een rode jeep gekocht. Ik had al zo'n Range Rover verwacht met zo'n rode bak met enorm veel plek in. Het is gewoon een simpel autootje. Hallo. Hallo. Het is kind dat ik dichter bij het water zit. Is dat goed? Gewoon een keer zien. Is die hier? Oh, hey, daar hadden we naar plek, nee. Maar dat is toch niet erg? Ja, ik kreeg nog een bericht van de campinguitbaters hier dat er een grote wolkbreuk geweest is. En er staat hier iemand te dansen met de voetjes in het water. Dus normaal is er plaats achter het vijvertje hier, maar we mochten zelf kiezen. En ze hadden gesuggereerd om voor de vijver hier de plaats te nemen. Vandaar dat we dat doen. Maar ik ga nog wel een keer een tourje doen rond de campingen. We gaan nog verder uitpakken en zien wat er nog te doen valt vanavond. Ik weet niet dat er veel gaat te doen valt. Wat is er? Villa is. Villa, is weer aan het stoeven. Ah, nu weet ik hoor maar dat zo'n grote tent is. De dikke net moet erin kunnen. Ja, van de camping naar de kermis. We zitten op de kermis van Uden. En dan gaan we hier een keer zien wat er helemaal te beleven valt. Allee ho. Oliebollen. Achtbanen. En nog zoveel meer.
Michael, wat ga je doen? Een house. Zanzibar. De familieattractie. Succes! Gaat iemand mee? Ik ga niet mee. Ga jij mee? Nederlandse kermis. De familieattractie Zanzibar. Voor mij en beleef het avontuur van de Zanzibar. Voor het hele gezin. Dit moet je meemaken. Haal uw plaatsbewijzen aan de kassa. Kom binnen, kom binnen. En beleef het mee. Vallen, vallen, vallen. Rijders, the game of your life. Ja. En we rollen. Overheen, daar
blijven. Ja. Oké. Okay. Nou, doe je best. Kom maar, Leroy. Laat ons jee zeggen. Een klein beetje daar, jongens. Oh. Oh, maar Leroy toch. Niets aan te doen. De kermis hier in Uden, we gaan hem nu verlaten, maar oh, wat een verrassing was me dit. Ik had dat niet verwacht dat dat zo groot ging zijn. Eigenlijk wel een heel mooie, gezellige, toffe kermis. Ik ken Tilburg hier in Nederland, maar naar gezelligheid toe kan dat eraan tappen, zou ik zo zeggen. Maar goed, dit is ook het einde van deze vlog. De eerste vakantievlog van het Nederlands. Morgen is er weer een dag, dus de volgende dag of de volgende vlog gaan jullie ons kunnen volgen. In de Mac. In de Mac, want ze gaan hier al naar de McDonald's, achter de Mac Rockets. Maar goed, kijk, bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Geef dan een duimpje, maar liefst een omhoog. Abonneer op dit kanaal, mag je nog niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag, maar dan ook heel graag terug. Een nieuwe vlog, filmpje of wat dan ook. Allee, doei! Met Nonkel Jurgen in de show. Pretpark, avontuur, daar gaan we iedere dag. Een nieuwe droom beleef je mee.